doet iets met de mensen. Mieke, je bent eigenlijk boerin, maar eigenlijk ben je ook een beetje een vroedvrouw. Ja, het liefste wat ik eigenlijk doe mijn bijtjes verzorgen en verwennen in de kraamstal. En eenmaal op de maand, eenmaal in de 4 weken, worden er 400 bijtjes geboren bij ons. En dat is wel een intense week. En dan voel ik mij echt wel vroedvrouw van de varkens. Ja, maar dan mag je dat ook wel zeggen, denk ik. Hè? Ik denk dat jullie dag of week indeling dat die heel veel discipline vraagt. Dat iets opvallend is in de varkenshouderij. Kun je dat zo'n beetje vergelijken met topsport? Ja, eigenlijk wel. De puntjes moeten op de i staan in de zuurhouderij. En wij werken volgens een 4 weken systeem. Dus de ene week worden onze biggen gespeend en worden dan onze stallen gereinigd. En de andere week worden onze biggen, onze zuur, kunstmatig bevrucht. En moet de andere groep al werken. En wij werken volgens een systeem all out. En alles moet stipt verlopen. Alles moet gereinigd worden. Perfect hygiënisch zijn voor de volgende groep. Ja, dus dat is echt wel discipline aanhouden. Ik heb me laten vertellen dat je jezelf niet hebt ingeschreven voor deze wedstrijd. Nee, het was een verrassingsinschrijving van mijn vriendin Marie-Jean van de KVLB. Ze kwam bij mij appels plukken op een zaterdag voormiddag. Ik was bezig aan mijn afwas. En ze was aan het babbelen en plots zei ze tegen mij, ze zei, ah ja Mieke, ik moet je nog iets vertellen. Ik heb u ingeschreven voor de schoonste boerin en ze hebben de mail goed ontvangen. Ik zei, oh my god, wat heb je gedaan? Maar ik vond het nog redelijk vlug, een toffe ervaring om eens onze sector te promoten, om iets positief in de kijker te staan. En om eens te tonen hoe fier dat ik eigenlijk wel ben om boerin te zijn. Ik ben boerin in hart en nieren. En om eens te zeggen dat wij als boerinnen echt wel straffe madammen zijn. Dat wij na een tegenslag ons terug kunnen naar de bronnen en er weer volledig op kunnen gaan. Amai, dus je hebt het wel iets spijt, voel ik, hè, van die inschrijving? Nee, dat is een wel. Dat je schoonste boerin wordt en ze contacteren jou van televisie voor hun tv. Welk tv-programma zou je liefst hebben waarvoor ze jou contacteert en welke boodschap zou je daar brengen? Ik zou graag meedoen in een kookprogramma, met Jeroen Meus bijvoorbeeld, om aan te tonen dat wij als landbouwers echt wel ons hart en onze ziel in onze sector leggen, om aan de mensen een kwalitatief gezond product of lekker stukje vlees te kunnen bieden. En ik zou ook aan Pascal Naastens eens willen vragen om bij mij eens een rondleiding te komen. Een rondleiding op het bedrijf komen doen bij mij. Om te tonen dat wij echt wel ons hart en onze ziel in onze sector leggen. En ons vlees echt lekker en gezond is. Ja, ik denk dat Pascal Naastens de laatste maand al veel bij landbouwers over de lippen is gegaan. En niet zo positief. Ik zou zeggen, Mieke, dankjewel. Geef ze nog een mooi applaus.